is 6:30. Laatste sluis van het Canal du Nord. Het is de laatste van het wat kleinere schepengebied. We gaan nu weer naar het water van de grote schepen toe. In verbinding met het noorden. Oui, bonjour, c'est seulement en arrière et en tribord, s'il vous plaît. We zijn vrijwel door ons drinkwater heen. Normaal kun je dat op de sluis en zo een beetje halen. Maar met die vrieskou ging dat natuurlijk niet. Dus we hebben nu een bunkerbootje langs zij besteld. Pakken nog een klein beetje gasolie, maar vooral veel drinkwater, want we hebben echt vrijwel niets meer. Even ervoor, naar de midden. En zet je voor het op ons middenbolletje. Op ons achterste middenbolletje. Ligt al goed daar, daarvoor. Ja. Ja.
Dat is ook lustig nog wel. We zijn hier in Doornik, door de stad heen, en dat is vrij smal, dus er is een richtingsverkeer voor de Pont Notre-Dame, zoals het daar heet. Dat is een brug die we straks tegenkomen. Er komt nog één grote opvaart aan, en dan zijn we aan de beurt. Het regent ondertussen pijpstelen.
Il y a 85 mètres au Tinaco sur 9 mètres. Hein. Et le bateau est belge. Hein. Merci, ça me plaît, monsieur. Zo bij de sluis K. En officieel zouden we de vierde schutting pas hebben, maar omdat we een spits zijn, passen we vaak nog met grotere schepen. Dus wij kunnen nog met een schip mee, wat nu voor de sluis ligt. Dus we gaan wat andere schepen oplopen, inhalen, om ook voor de sluis te gaan liggen, zodat we meteen mee kunnen. We hebben nog steeds voorstroom, zijn nog steeds afvarend. En recht vooruit zie je de stuw. En daar wordt al een beetje ingetrokken. En ik kan niet helemaal overzien of we veel moeten gaan drijven of niet. Dus ik zet even de kopstof erbij. Wat makkelijker. Nou, de opvaart komt al uit de sluis, dus we kunnen zo meteen zo naar binnen schuiven, zodat die buurman een beetje ligt.
twee naar binnen, dus we kunnen rustig even de tijd nemen om aan te leggen en ja, los te maken straks. Voor Notre-Dame, bonjour. Je ziet dat onze voorganger de sluis al aan het invaren is, terwijl de lichten nog gewoon rood staan. Dat kom je in België, Frankrijk heel veel tegen, dat de sluiswacht gewoon vergeet om het licht op groen te zetten. En dat zie je zo vaak dat we er over het algemeen nog niet eens wat van zeggen. Je hebt kans dat het op het allerlaatste moment nog even groen zit. Maar Nederland ziet gelukkig iets minder, maar dat komt ook wel voor. Anders heeft je maat er gelukkig niet op staan. Over tegen de muur aanlegt. Hij ligt nog niet vast voor. Dat ben je niet helemaal. Ik heb nog echt geen flauw idee. Eerst moet je er aan komen. Ik denk wel die tweede inderdaad. Maar misschien kun je ernaast. Ik weet gewoon niet. Ik kan niet zien of het een grote is. Dus de kans ernaast kunnen, als ik het zo zie. Ja, die tweede moet je sowieso hebben hoor. Dat is... Hoeveel heb ik nog naar de wal? Zo sprak we de volgende als het niet wil. Maar dat komt goed. Ja. Ja, is goed. Ja, je mag een beetje doorlopen hoor. Is die goed? Ja, ja.